Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opent met een beetje, ja, het is eigenlijk Big Beer. We hebben het over Big Beer, we hebben het over Heineken, maar we hebben het ook over American Craft Beer. Ik denk dat je het nog wel Craft Beer kan noemen. We hebben het over Lagunitas Hazy Wonder IPA. Hier zit een klein verhaaltje achter. Ik had vrijdag in de app, afgelopen vrijdag, het is vandaag zondag de 27e van juni. Ik had afgelopen vrijdag ineens in mijn app, de PostNL app, dat ik pakketten kreeg van iets dat ik niet herkende. Ik denk het zal. Of een pakket. En ja, ik had zoiets van, we gaan wel zien wat er gebeurt. Zaterdag kwam het binnen en wat bleek? Het was van Lagunitas. Ja, Heineken heeft mijn adres waarschijnlijk vanwege wat gebeuren via Beerwolf en dergelijke. Lang verhaal kort maken, dit stond ineens samen met een hartstikke leuk pakket. Kun je op Instagram terugzien met t-shirt, glas, zonnebril, openers. Van alles en nog wat. Dus dat is een heel leuk pakketje met twee van de Hazy Wonder IPA. Ja, dan ga ik hem ook reviewen natuurlijk. Want Lagunitas is misschien wel Heineken. Het is ook een beetje Big Beer. Maar Lagunitas is toch ook wel echt een beetje een grondlegger van American Craft Beer scene. En ze hebben nog steeds bieren die ik super vind. Bijvoorbeeld hun Little Something Something. De Wheat Ale. Echt, ik vind hem nog steeds super. En zelfs hun standaard IPA is niet eens zo verkeerd. Dus ik had zoiets van, weet je wat, we gaan hem gewoon reviewen. We hebben het hier over een hazy IPA met een paar hele leuke hopsoorten erin. Hij is 6% in alcohol. De hoppen zijn Citra, Sabro, Cashmere en Comet. Canard is leuk. Lagunitas. Say Lagunitas. Lagunitas. Er staat iets leuks op, die vind ik wel heel erg grappig. It always starts nebulous. A reflection of a refraction in the back of your frontal cortex. Then before you know it, you just know it. When a brilliant idea strikes, why did they say a light bulb goes off and not on? The difference between a spark of genius and the flash in the pan really just comes down to think or whim. But how can something so hazy be so bright? Life is uncertain, don't sip. Hazy Wonder embodies our endless fascination with hop-forward brewing, expressed in a bright and unfiltered light. Let us know what you think. Ja, goh. We gaan gewoon reviewen. Belichting is raar vandaag, want ik kom net thuis. Het is bijna 8 uur. Het is zo goed als 8 uur, maar een paar minuten na. Ik kom net thuis van een leuke verjaardag en ik had zin in een bier. Want ja, ik moet rijden, dus je doet wel voorzichtig. Ik had zin in een bier. En ik had zin in iets zoals... Ja, ik had eigenlijk zin... Ik had zoiets van, deze moet gereviewd worden. We gaan het niet gewoon nu doen. In zo'n hashtag proper glasper. Leuk glas. En we schenken hem gewoon in en we gaan zien wat er gebeurt. Hij schenkt ontzettend bright en fresh. Ja, dat klinkt raar, maar hij schenkt gewoon... Hij is absoluut hazy. Dit is echt hazy, maar oldschool hazy. Niet dat alsof je denkt dat je kijkt naar vruchtensap. Hij is gewoon oldschool hazy. Je kan er nog onderin een beetje doorheen kijken. En fucking fruitvliegjes. Mooie kleine witte schuimkraag. Maar het ziet eruit gewoon als een oldschool hazy. Hij heeft echt zo'n bright yellow or lemon thing going on. Hij ziet er gewoon hartstikke leuk uit. Fresh and inviting. Ik ben heel benieuwd. Ik weet dat sommige mensen misschien gewoon zullen gaan denken, Thomas, wat is dit nou? Big Beer, Heineken. Ja, nou ja, goed. Weet je, ik durf te wedden dat meer van jullie... Iedereen die hier nu loopt te zeiken van, ja, maar het is Big Beer. Jullie drinken, iedereen drinkt, we drinken allemaal Heineken, Hertog Jan, Brand, wat dan ook, Grols. We drinken dat allemaal als pils. De buurman die komt even langs gelopen. Het is ook Big Beer. En dan drinken we het ook. Dus, hey... Ik ga gewoon reviewen en we gaan gewoon zien wat we ervan vinden. Hij ziet er in ieder geval relatief uitnodigend uit. We gaan eens kijken wat hij doet in de neus. Heel erg citrus forward. Er zit bijna iets in dat doet denken aan vanille. En niet dat het vanille zelf is, maar wanneer vanille suiker ruikt. Dat soort van zoetheid ervan. Hij heeft een hele mooie citrus forward neus. Met limoen, citroen, grapefruit... een klein beetje sinaasappel, behoorlijk veel mandarijn. Zowel het sap ervan, maar ook de essentiële olie uit die schil. Weet je, wanneer je de rasp de buitenkant, niet het witte. Hij is niet super bitter of iets dergelijks. Heel veel van sommige van die IPA's heb ik het idee dat ik dan van dat witte van een citroenschil, dat echte pithy, bitter heftigheid krijg, dat is het hier niet. Het is allemaal echt de sap ervan en de essentiële olie uit dat... De buitenkant van die schil rasp. Weet je, als je het voorzichtig raspt, krijg je die essentiële onderdelen van dat citrusvrucht. Ik heb het vermoeden dat hier wel eens een klein beetje tarwe door kan zitten.
Tarwe en haven. Tarwe en haven. Ik gok dat hij nu een maand of twee oud is. Hij is bright. Hij is bright. Hij is zingy. Dat zijn van die woorden die in het Engels beter overkomen. Hij is vers, tintelend, sprankelend. Hij is sprankelend. Dat is een mooi woord. En er zitten wat meer vruchten in dan alleen dat citrus. Hij is heel citrus forward. Hij heeft absoluut ook wel mango, persik, ananas vanuit die sabro. Misschien een hele subtiele hint van kokos in de verte, maar er meer dan limoen ervan. Voor mij is sabro vaak limoen of behoorlijk kokos forward of hij is behoorlijk limoen. Ja, er zit absoluut wel een beetje kokos in, maar dan meer die subtiele hint van tropical vibes, zoals een pina colada of zo, weet je. Behoorlijk zoet in de neus. Ik moet zeggen, hij is behoorlijk zoet. Krijgt niet heel veel bitterheid. Hij ruikt gewoon heel erg fijn. We gaan even kijken wat hij doet qua smaak. Lagunitas, bedankt voor het opsturen van het bier. We gaan even kijken wat we ervan vinden. Cheers. What the heck happened? En dan denk je, ik heb hier een, omdat die neus behoorlijk zoet overkomt. Oké, laten we even teruggaan naar iets anders. Even snel. Mondgevoel. Ik had iets meer mondgevoel verwacht. Ik had verwacht dat hij ietsje voller en dikker zou zijn. Hij drinkt niet als een 6%, meer als een 4,5%. En dat vind ik dan wel weer jammer, want ik vind het fijner als een bier of op zijn alcoholpercentage drinkt. Of er misschien iets boven dat je denkt, het is 6%, maar hij drinkt als een 8. Hij drinkt eigenlijk als een 4,5% session. Waarom is dat naar? Omdat hij dan misschien te gemakkelijk drinkt. En dan heb je hem sneller op dan dat je lief is. Dat gezegd hebben, in de smaak. Meer bitter dan ik verwacht had. En dat vind ik wel fijn. Hij kwam in de neus behoorlijk zoet over. Hij heeft een mooie bitterheid in de finish. Wat er dan weer voor zorgt dat je je toch, ondanks dat hij dat wat lichter mondgevoel heeft, een beetje inhoudt qua drinken. Je wilt er iets meer van, iets rustiger aandoen, omdat je wel weet van, laten we niet te heftig, te snel, te intens gaan. 6%, het is maar iets meer dan een pils. Maar goed, je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn als hij te makkelijk en te soepel drinkt. Zeker als hij een mondgevoel heeft dat lichter is dan die 6%, kun je sneller gaan dan je wilt. Stel je voor, je hebt een bier van 6%, maar hij drinkt als iets van 3%. Ja, dan ga je te snel en voor je het weet heb je er 3 op. En dan sta je op en dan denk je, well, that sucked. Dat moeten we niet hebben. De complexiteit van de neus, die relatief complex was met veel te bieden, laat in de smaak een beetje achter. Ik had wat meer verwacht qua intense smaak. En dat heb ik wel eens vaker bij dit soort IPA's, dat ze in de neus heel mooi overkomen. En dan proef je hem en dan denk je, ah, nee. Voor een bier met zowel haver als tarwe en haver, wat ik net lees dus op de blik, had ik een beetje meer mondgevoel gewacht, een beetje meer intensiteit qua hoe die in de mond overkomt. Misschien een beetje meer van het wrangen van die tarwe. Dat gezegd hebben, het is nog steeds een heel erg leuk drinkpapier. En zeker met die temperaturen die we nu even weer hebben, dat het vandaag ook weer een graad of 26 was, is dit heel erg fijn. Ik had alleen een beetje meer impact willen hebben qua smaak. Hij is nu voornamelijk mooi bitter in de finish. En in de smaak is het voornamelijk dat je een beetje dat mandarijn grapefruit-achtige krijgt. Terwijl die in de neus bijna lemon drops en alles. Er zit zoveel meer in die neus. Zelfs een beetje een soort van old school West Coast IPA-achtig caramel vibes. Heel, heel wat in de verte, maar toch, het zit er een beetje in. Ja. Hey, laten we heel wel zijn. Dit ligt voor nog geen 3 euro in de supermarkt. 2,50 of zo. Het is echt een leuk bier om met de warme dagen te kunnen drinken, hoor. Daar wil ik niks over zeggen. Ik had alleen iets meer verwacht qua impact in de smaak en het mondgevoel. De neus is wat intenser, wat meer, heeft een beetje meer impact dan dat, wat ik al zei, dat de smaak en de finish en dergelijke hebben. Dat gezegd hebben, het is best wel een leuk bier, hoor. Absoluut niks mis mee. Gewoon een lekkere refreshful drinking IPA. Hazy IPA. Old school hazy IPA. Zonder dat het te overdreven wordt. Old school hazy IPA.
En dat was het wel voor deze review eigenlijk. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Lagunitas/Heineken. Nogmaals bedankt voor het opsturen van het bier en de goodies. Onder in de omschrijvingbox. Links naar al mijn social media. Link naar de Dutch Beer Collective. Link naar mysterybeer.nl. Als je ervaring hebt met het bier, lees ik het graag terug. In de comments altijd gaaf. Ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.